Out here, conditions can be unforgiving. You need to be able to trust the technology and engineering that's gone into your vehicle. This is Everest Engineering. Rock crawl. Take this rocky ascent. Switching the Ford Everest four-wheel drive to rock mode maximizes grip and power on this unstable surface. Right away, the Everest 3.2-litre diesel engine goes to work, delivering low-end torque. The rock mode setting manages the RPM and gear shifts so no torque is wasted. Finally, traction control monitors wheel spin, shifting torque between the wheels with the best grip. If need be, you can engage the electronic locking rear differential, maximizing the distribution of torque to the back wheels, keeping you in control and on your way. Proving this is not just another four-wheel drive. This is the Ford Everest. Zo, dat was Klaaskreek, maar nu zijn we niet meer op Klaaskreek. Vandaag in Rotu zijn we op... Kwana Eiland, gelegen in het hart van het Afubakka Stuwmeer. Ongeveer 1 uur varen van de Afubakka Dam. De naam Kwana komt van een lokale vissoort welke gevonden kan worden in het Stuwmeer. Het Brokopondo Stuwmeer is een stuwmeer in Suriname gelegen in het Brokopondo district met een oppervlakte van 135.000 hectare, ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Het meer is ontstaan door de bouw van de Afubakka Dam, een stuwdam in de Suriname rivier. Het meer is groot, maar ondiep. Het is nergens dieper dan 40 meter. Toen de dam aangelegd werd, is het gebied dat onder water zou lopen niet kaal gekapt. Daardoor steken de kruinen van bomen boven het water uit en is visvangst met netten onmogelijk. In verband met het ontstaan van het meer moesten ongeveer 5000 marons, waaronder ongeveer 2000 uit Gansi, verhuizen. Voor hen werden de transmigratie dorpen ingericht. Kwana Eiland. Ja, je zou jezelf wel afvragen waarom en van waar die naam Kwana Eiland. Nou, Kwana is een vis. Hele lekkere vis, heb ik me laten vertellen. Dus zo is die naam Kwana Eiland ontstaan. En je kan hier komen, lekker chillen. Het is een eiland, want we zijn helemaal omringd door water.
Je hebt hutjes, je hebt tenten. Je kan een heleboel doen. Er worden feesten hier georganiseerd. En rondom Kwana Eiland heb je ook nog andere eilanden waar je ook kan komen chillen. Check us out. Over deze man had ik het zo net in die boot. Deze man kan je alles vertellen over dit gebied. En meer, hè? Frans Stuwmeer, Basidja. Hoeveel eilanden zijn er hier? Op het meer? Het meer is 1645 vierkante kilometer groot. Even groot als de provincie Utrecht. Ja, eiland live. Ik ben al 4 jaar hier op straat. En ik heb nog steeds. Ik loop door. We lopen op het water. Jezus alleen kan lopen op het water. Hey, ik voel me heerlijk. Dit is Suriname. Als je echt een levensgenieter bent, je van de natuur houdt, zou ik je echt aanraden om contact te maken. Met Fabian Fast. Ja, Fabian Sabala den Presi, ja. Ja man. Sabayer gebied, ja, maar Sabala den Eiland. En weet precies hoe je moet varen tussen die dingen. Jammer genoeg kunnen jullie het niet zien, maar... Nee, maar, geloof me. Dit is weer anders varen. Ja. Dingen wassen, we hadden we rotsen. Masia. Hadden we rotsen. En daar bij de boy Saba Aliba. Maar hier heb je die boomstompen. Ja, die boomstompen. Ja, in het water. Ja. En nee, ik vraag me af. Diep het is. 40 meter. 40 meter. 40 meter diep. Maximaal. Maximaal 40 meter. En dan zeggen ze dat het niet diep is. Maar voor mij is 1 meter water al diep. Waarom? Zang? Kan niet zwemmen toch? Oh, je kan niet zwemmen? Heb ik een zwemvest. Ik heb ook een zwemvest. En ik ook. Ja, maar jij kan zwemmen. Dus nu is mijn leven echt in jou en Fabian's handen. Dus nu moet je om te doen aan mij. We'll be right back.
Hier, op het eiland wil ik zijn. Ergens anders. Oh. Doei, hoe laat moeten we morgen filmen? Doei, hoe laat moeten jullie morgen? Hoe laat moeten jullie morgen filmen? Amen! Hoi, hoi! Hoi! Hier wil ik zijn! Hier wil ik zijn! En dit is dag 1. Je hebt het gemerkt. Heel één ervaring. Mijn stem is een beetje weg. Mm-hmm. Maar het was leuk. Het was echt leuk. Het is weer een andere ervaring. Elke keer weer een andere ervaring. Ik heb... Trouwens, ik mocht eigenlijk niet vriezen, want ik was met Fabian vast. Toch? Maar... Helemaal nat. Op het stuwmeer is het weer anders varen. Ik vind het zo varen, maar met Biggie doet niet. Don't try this at home. Maar morgen, kijk, we gaan vandaag eruit. Maar morgen is dat feestje. Je hebt het gemerkt, het is nu rustig hier leeg. Morgen is dat feestje. Dat feestje van Dwight de cameraman. Dat feestje. Hey, sama doon tapat na nga boto, boy. Ama sabi? No, Fabian. Ama sa Baliba? Yeah. And ama sa Farah? Yeah, yeah. Ik heb bewondering voor die man, oh, dat is essen sa leven. Ik zou het niet doen. Is die samen zang altijd aan de maat, hè? Ai. Maar, door de ervaring, je heeft, waar is het dan? En na zo'n trip kreeg je honger. Je ziet dat nou een man op een keuken. Ja. Je ziet het, gelijk. Ja, ja. Die man heeft een keuken, dus die man toont zijn kunsten. Maar dadelijk gaan we proeven. Maar probeer het thuis niet hoor. Mm-mm. Dat doe je thuis niet. Maar simpel. Ja. Je kookt. Nee, ik kook niet. Je bak. Ik bak nu. Maar ik heb geen gasbom. Nee, dit doe je wanneer je naar het bos gaat, hè? Wanneer je lief wil leven van de natuur, dan ga je niet met een bom showen. Maar hoe doe je het? Hoe ik dat doe? Ja. Ik ga je helemaal niet vertellen, toch? Sorry, ik wou jullie helpen, maar hij wil het niet verklappen. Maar kijk hier, we hebben een cameraman, onze cameraman. Kijk hem hier, Dwight heeft honger. En dit noem je een tussendoortje. In afwachting op die heerlijke vis. Ja. Hij koopt en hij koopt zelfs zijn tong. Ja, dat is toch mooi. Hé, hey, zwemmer, Dwight. Kom even, want dit moeten we ook even vermelden. Dwight, kom. Ja. Kijk, Ruffo en ik zijn mooi gekleed. Dwight niet. Hij is boos. Maar... Volgende keer zie je hem zeker in zo'n mooi truitje, hoor Dwight. Maar wie heeft het gemaakt? Jonathan toch? En hoe die dame? Akashak Not. Oh. En Don Joval. Ben je zeker dat die camera... Is Dwight, hè? Is Copix. Oh, oké. Okay. Ja. Dus, ja. We zijn prachtig gekleed vandaag.
lekker in die sfeer van helemaal meer. Boy, helemaal. Netjes, dat weet je. We moeten ons gewoon blijven volgen. Want bij alle afleveringen hebben we een andere toch, Eric? Ja, ja, ja. Dus Don Jovel en Akasha Not gaan ervoor zorgen dat we bij elke aflevering anders gekleed zijn. Anders dan anderen. Anders gekleed. Wij zijn gratis, jullie kunnen gaan kopen. Want proof Ford EcoSport is on your side? The all-new Ford EcoSport. Convenience on your side. Als teams gaan we tegen elkaar strijden en dan gaan we gewoon feesten, drinken, gratis drank, gratis eten, dus ja, het wordt leuk. En dan vanavond slapen, sommige mensen in de hangmat, sommige mensen in een huisje en dan morgen weer terug. Kom op! Kom op!
merkt het, je merkt het, je merkt het. Het is weer andere spelletjes. Heel anders. Wij kennen Joule. Jumpofutu. Jumpofutu. Schopsteentje. Schopsteentje. Yoka. Ja, ja. Dat zouden we misschien hier doen. Maar hun doen het anders. Het is mooi om te zien. Andere spelletjes. Dus we moeten het ook proberen, hè? Kunnen we dat doen? Ja. Oké. Ja. Ja, ja. Hey! Yes! Hier wil ik zijn! Hij wil jappen! Lesje, dat kan een boy vie! Dat kan een boy vie! Een mooie loodjasje! Lesje! Onze man, onze man, hij van ons. Rip is aan de andere kant. 100%. Hij verliest zeker. Ja toch, dames? Ja, zeker. Ja, ja! De hele keer. Flippen. Andere kant, ja, zo. Op de hoek, ja. En dan zo. Ja! Ik moet dan nog zo. Ja, zo, ja. Doe maar een hoop roeitje. Go! Hey, maar ik doe het maar achterstand. Ik weet niet. Volgens mij is het een shotje. Hey, het is leuk hier in de Suriname. Go! Ja, en dit is die Kwana. Vandaar de naam Kwana Eiland. Dit is die Kwana vis, deze vis. Dit heet Kwana. Vandaar die naam Kwana Eiland. Dit is de Kwana vis. Kwana vis. Oh, Mandy, ik kan dat. Ja, heb ik gevangen? Wacht, ja, dat is een pikkel, hè? Je gaat even forceren ondertussen. Jezus. Ja.
allemaal heel erg leuk, zoals je kan zien. Oh. En dat was heel intiem. Hoe vind jij het, Kevin? Ik vind het heerlijk. Lekker zon, muziek, sporten. Genoeg alcohol. Water. Maar nee, het is top. Mijn huisgenoot, hoe vinden jullie het? Nou, ik vind het top. Het is echt super mooi. Mooie locatie. Ja. Leuke spelletjes. Leuke mensen. Leuke mensen. Ja. Nou, leuke mensen. Ja. Nee, het is echt top. Het is echt een aanrader. Überhaupt al gewoon omdat het heel mooi is. Ja. Nou, dat was het. En vanavond. Woehoe! Meesje. Met Electronic Stability Control zorgt voor sublieme wegligging, ook met een zware trailer. De sterke 200 pk dieselmotor zorgt voor trekkracht als u die nodig heeft. De Ford Ranger heeft de best-in-class doorwaarddiepte 800 mm. De best-in-class ground clearance, het beste rijcomfort in zijn klasse on- en off-road. De Ranger is de enige met 7 airbags, de veiligste dus. De Ford Ranger is uit voorraad leverbaar bij de officiële Ford dealer SEMC Motors met 5 jaar garantie en top after-sales service. Kom langs bij onze showroom aan de Kernkampweg 36 voor een testrit in uw droomauto. De Ford Ranger, built to take on your world. Under me, yeah, I'm gonna shake, throw the weight in the dirt. Under me, yeah, I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt. Je ziet het, je kan niet alleen lekker chillen en lekker feesten. Als je niet aan die kant wil gaan in de drukte, kan je gewoon hier komen bij het kampvuur. Want ze hebben ook een enorme kampvuur gemaakt, zoals je het ziet hierachter. Dan kan je gewoon hier lekker komen chillen en zitten langs het kampvuur. We staan hier met een van de organisatoren. Hij gaat ons wat meer vertellen over het kampvuur. Nou, vanochtend zijn we dus met heel veel mensen zijn we naar de omringende eilanden geweest. Hebben we heel veel hout gesprokkeld, zoals je ziet. Grote bomen. Maar we begrijpen ook dat als je op een gegeven moment de hele dag het spel hebt gespeeld, dat je op een gegeven moment wel een keertje klaar bent met het feest. Dat je ook eventjes wilt chillen. Gewoon rustig zitten, hè? Ja, precies. En wat is nou mooier dan chillen bij een kampvuur? Bij een kampvuur. Dus, nou, zoals je ziet, hij is nu... Hij is aardig aan geluk. Ik zie dat hij al bijna helemaal aan is. Hij is nu aan. En hij heeft nog even tijd nodig. En voordat je het weet hebben we één groot vuur. En weet je, ik moet zeggen, vandaag was een mooie dag, maar het was ook een zware dag. We hebben veel zware spellen gedaan, touwtrekken, we hebben vuur gemaakt, we hebben allemaal team. Welke organisatie zit hierachter? Organisatie, ja weet je, het is lastig. We hebben, hoe kan men jullie bereiken? Ik denk dat iemand die nu naar tv kijkt, hoe kan die persoon jullie bereiken? Ik denk dat je toch weet je bij PlayStation kunt aanmelden. Die is toch ook wel de meeste... Waar is dat? Place to go, dat zit aan de Henk... Nee, wacht even, waar zit dat ook weer? De Henk en Ron zit bij Café Loco in, dus kom een keer in het Parma. Dochter, chauffeur en Monstraat. Ja, precies. Ja, ik weet het adres niet, maar... Ja. Café Loco, dochter, chauffeur en Monstraat. Ja, dochter, chauffeur en Monstraat, Café Loco.
hun organiseren tours waarbij adventure ook echt voorop staat. Je hebt de tour, maar je hebt ook echt de adventure. En ik ben hier nu ongeveer bijna 6 maanden. En wat ik deze tijd heb meegemaakt, ik ben altijd op trip geweest met hun en dat is gewoon echt adventure. Oké, dus dan gaan we nu lekker genieten van het vuur. Wij gaan pizza maken. Maar de façon c'est doux de netti. Wat je wil me terugbetalen met Biggie Pang? Samido. Ja, toch met Biggie Pang, ik heb niet meer heb genomen. Ja, feest, ik maak, is ik bereid me. No, Refo, ik ben gekomen voor het feest. Ja, maar ik ben gekomen, nee. Man, je kan me wakker maken toch? Nee, Libby, maak je rust, ik ben weer niet. Nou toch, Refo, no man. Ik serieus, Refo. Ik vind het erg dat je dit met me hebt gedaan hoor. Ik wil weg, nu ook weer. Luister nou. Dit was het voor deze aflevering van Road to. Ik betaal je terug, no spang. We gaan naar dingen toch? Volgende gaan we naar dingen toch? Yo jere, road to. Hoor? No spang, ik betaal je terug. Want proof Ford EcoSport is on your side? The all-new Ford EcoSport. Convenience on your side.